Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Soul Link. In deze aflevering gaan we door naar Furbank. Sander gaat de gym proberen te verslaan en ik kan niet te ver lopen, want ik moet straks een encounter wachten in Furbank Complex. En die krijgt Sander eerst. Oh, ik krijg Ice Beam! Ik heb gewoon Fusion Flare en Ice Beam als TM's. Holy damn, wacht, ik heb alleen die... Leaf Blade. Wacht even, in deze game... hou je toch je TM's? Ja. Wat? Dus dat is fucking goed. Fucking goed. Ik ben fucking trots op je dat je zo veel geluk hebt. Ik wou net zeggen, kan ik niet zo heel veel aan doen hoor. Nee, maar ik ben toch trots op je dat je zoveel geluk hebt. Dank je. Dat heb ik afgedwongen. En voorspam, volgens mij is dat gewoon een goede fighting aanval. Ik heb... Wacht, jij hebt 3 TM's? Ja, ik heb net de TM gekregen. Ja, maar ik heb er dus 1 van dat ik weet. Je krijgt er 1 van de gymleader en daarna krijg je er nog 1 van Bianca. Oh, je krijgt er 2 na de gymleader. Ah, ja. Dat verklaart een hoop. Oké. Okay, Rock'n'Roller kan Ice Beam. Sowieso Steel echt. Wow. Ja. Metal Claw, tuurlijk, dat is super effective. En die Poison Guy kan mij niet hitten. Die booming. Can't touch this. Zoals ze dat zouden zeggen in dat ene liedje. Dat klopt, ja. Dat doen ze in dat liedje. Die hebben It's Zeke en Looter nog gecoverd. Ja? Oh, dat yep. Wat vond je van Zeke en Looter? Ik vond het minder. Maar dan gaan we het wel een keer in de Disney gedeelte van... Ja, dat moeten we nog een keer doen, hè. Van onze podcast. Of van mijn podcast, maar waar jij in meedoet. Ja. Ik doe er geen mee, boys. Rock'n'Roller heeft Sturdy. Zou best goed kunnen dat hij die normaal ook kan leren. Magmar heeft Vital Spirit. Prevents a Pokémon from falling asleep. Oeh, dat is best goed. Best wel goed. En Crocodile heeft Compound Ice. Oh, dat is best wel goed als je gaat vissen. En Accuracy is Boost. Dat is ook wel nice. Wacht, Compound Ice heeft ook iets te maken met vissen, wat? Ja, als je Compound Ice hebt, dan heb je eigenlijk volgens mij altijd iets aan de haak. Oh. Of is dat, of heeft dat met Compound Ice met items te maken? Dat kan ook. Nee, Suction Cups is voor het vissen, geloof ik. Volgens mij heeft Compound Ice met de hogere kans op het hebben van een item van een wilde Pokémon. Ja. Bianca echt dievenend op. Maar echt. Wacht, ik ga ook eventjes kort hoor. We having the Tangled Fees raises evasion if the Pokémon is confused. Dat is op zich oké. Okay. Wel oké. Okay. Lightning Rod draws in all electric type moves to up special attack. Maar volgens mij word je dan ook niet gehit, of wel? Jawel, bij Lightning Rod word je wel gehit. Oké, dat is dan minder. Solid Rock reduces damage from super effective attacks. Nice. Die is wel oké, ja. Dat is goed om te weten ook. Ik ben wel zo'n guy die zou heel gepanikerend switchen, zeg maar. Maar dat hoeft anders helemaal. Nou ja, dat zou ik alsnog gewoon doen hoor. Ja, nee, klopt. Power's down, maar dat betekent niet dat het niks doet, zeg maar. Mm-hmm. Oh, nee! Deze guy is fighting? Ja? Al die Swords of Justice zijn fighting. Oh ja, Keldeo is natuurlijk ook fighting. Fuck. Nou, tot zover powers down, super effective moves. Fuck! Beetje jammer, man. Ja. Zeker. Altijd weer mijn schuld, hè? Dat klopt, ja. Als je dan maar door hebt. Nee, hoor. De vorige keer was het mijn schuld. Grotendeels. Eigenlijk helemaal. Mm-hmm. En ik snap het beste. Ja. ik ken Gen 5 niet zo goed, maar. Leugen? Nee, oké. Dat zijn geen leugens. Ik
ik ben hier heel fragiel. Mijn weakness is op tafel aan het leggen. En dan doe je zo. Dan moet je zeggen, oké, Sander. Nee, goed dat je dat zo open en bloot durft te zeggen. Moet je niet kotsen van binnen nu? Ja. Goed, we gaan gewoon maar verder dan. Ik ben blij dat ik net getraind heb. Badger burying. Level 13 zei je, hè? Ja. Moet ik trainen of ga ik... Oeh, een nugget. Nice. Emolga. Fusion Flare! Haha, yeah. Oh, je hebt ook nog op je Magmaring. Ja. Yeah. Wacht, Magmar, zat die niet... Die was gelinkt met... Mijn Crocodile was gelinkt. Oh, wat heb ik gedaan? Ja, het probleem is dat Crocodile ook veruit mijn beste Pokémon was. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat geeft niks. Want jij hebt nu Magmar en... Magmar en Roggenrola. Oh ja. Ik vind het zo balen, want deze dev was gewoon niet nodig. Als ik gewoon in was gebleven met Espeon dan... Espeon, ja, dan had er niks aan de hand geweest. Maar Sander, een Ion, hè? Dat is toch ook iets scheikundigs? Ja. En dan had je hem ook Esp en dan de scheikundige formule voor Ion kunnen doen. Nee, want een Ion is een verzamelnaam. Ah. Zeg maar, als je... Zo ga ik er waarschijnlijk veel te diep op in, maar je hebt... Er zijn een aantal verschillende namen voor verbindingen. Oeh, Kyogre, oh. En als je een zout oplost in water, specifiek dan, alle verbindingen waar zouten oplost in water, zeg maar, dan krijgt het een lading en dan noem je het een ion. Maar ja, dit zegt niemand iets, dus nee. We gaan weer door. Verder geloof ik je helemaal. Het klopt ook, dus je mag me ook wel geloven. Waarom moet ik ook nou weer tegen Heatran? Wat is dit ook? Pokémonings. Oh, ja. Rock Blast. Ja, moet ik met... Ja, maar Mendeleev is ook not very fair. Dit is echt weer kut. Dit is op alle fronten kut. Best naar. Wat moet ik doen, Milan? Is dit de ace van de gym leader? Ja, level 13. Ik weet het niet. En wat is de damage die je hebt gegeven? Waarvan kreeg je die damage? Van Ancient Power, maar wel twee nee, keer. Nee, de damage die jij deed bij hem. Dat is van één Confusion. Wauw. Ik kan hem Sand attacken, maar het probleem is ik ben paralyzed. Ja, ik denk dat je beter Confusion kan doen en hopen dat hij geconfused raakt. Ja. Ah, en als hij de boost krijgt van die Ancient Power, dan ben je genaaid. Oh, ik ben sowieso genaaid. Kan je switchen? Ja, maar... Hier kan ik niks aan doen. Ik bedoel, ja, misschien als ik Laron had gehad, was het goed gegaan trouwens. Maar... Ja, ik zou switchen. Ja, wel? Ja, met Espeon kan je niks. Nee, oké. Ik denk dat je met Headbutt meer damage doet. Oh, never mind. We zijn dood. Wat heeft deze game tegen ons? Want hoe vaak, buiten deze serie, hè, hoe vaak hebben we al deze game geprobeerd? Ja. Dat is toch niet normaal? Tyfus vaak. Was hij... Ja. Ik ga mijn fresh water gebruiken. Ja, ik moet wel aanvallen. Kijk, ik kan wel niet aanvallen. Ja, of ik moet de Sand Attack hopen dat hij mist. Maar ik ben waarschijnlijk niet eerst, aangezien ik paralyzed ben. Confusion maar. Ik kan nu gaan stallen, maar dat heeft geen zin, zeg maar. Want hij heeft alleen maar... Oh, dit is gunstig. Al wel defense Nee! Fuck. Ancient Power, hoeveel heeft dat trouwens? Ja, dat zit ik dus te denken dat hij misschien al op is. Misschien heeft hij 5, dan ga ik...
gaat toch healen in de hoop dat zijn ancient power op is. Hij heeft nu wel geleerd, dus mijn defense is omlaag. Dus dat is eventjes heel erg. Ja, maar als hij geen, geen aanvallen meer heeft, dan maakt het niet uit. Dat is waar. En dat begint wel te denken. Mijn vraag is ook, zeg maar, Confusion doet niet zoveel. Ja, Tackle ook niet, want dat resist natuurlijk ook. Nou, ik ga gewoon voor Confusion. Oké, ik denk dat dit goed gaat komen. Hij doet nu... Ik denk dat inderdaad Asian Power 5 pp heeft. Ik denk 10, ik denk dat hij dat 10 gedaan heeft. Hij heeft er sowieso al wel 5 gedaan in ieder geval. Maar misschien straks, want dit duurt best wel lang voordat ik hem ook echt down krijg, zeg maar. Dus het kan zijn dat hij struggled. Oh, Confusion. Fuck. Pff. Maar hij is wel confused. Ja. Dat ja, helpt gaat, wel. Als hij gaat struggelen, win je wel. Ah, ook dat nog. Tuurlijk heeft hij een potion. Tuurlijk, ja joh. Fucking fuck. Ik wacht wel even totdat ik verder ga. Fucker. Hij moet sowieso wachten voor de encounter. En hij is out of confusion. Ik weet het niet, man. Ja, confused. Oké. Please, please. Dat is niet wat ik bedoelde met please. Please, ga me nog steeds leren. Nee, please. Hit yourself in the confusioning. He doesn't. Oh, nice. We did it. Gewind. Echt zonde. Alhoewel. Nee, waarschijnlijk ja, had ik ja, Sixigoon wel. Had niet dood hoeven gaan, nee. Nou, ik denk het uiteindelijk wel, plan. Hoor. Ik denk als we dat niet gedaan hadden, dat Espeon dood was gegaan. Oké. En dan heb ik liever Sixigoon en Roggenrola weg dan Magmar en Espeon. Ja, op zich. We moeten gewoon zorgen dat we in de Furbank complex een nieuwe pair kunnen krijgen. Maar kom op, een fucking Heatran. Dat was ook wel lastig voor mij. Daar kan je ook niks aan doen. Ik bedoel, die Phyrexian was ook een legend, denk ik. Mhm. Ja. Denk ik. Oh ja, tuurlijk. Ook. Tuurlijk is dat een legend. Want dat is ja, nou, High Jump Kick? Ja. Best een goede aanval en de Crash is kut. Oh. Nee, maar ik heb dus wel twee legends tegengekomen. Aan de andere kant, jij kwam ook een Dialga tegen natuurlijk. Dus jij hebt ook gewoon... Mirror Shot? Volgens mij is die niet zo goed. Zeg maar zo niks. Ik baal gewoon hiervan. Snap ik, maar het is nog niet zover. Dat is waar. Het is nog niet over. The game isn't over... Till the fat lady sings ofzo? Ik weet ook niet. What? Het is een Amerikaanse uitdrukking, weet ik het. Ik ken alleen That's How Another Biscuit ofzo. That's Another Biscuit, ja. Yeah. Die, ja. Dat is andere koek. Ja. It ain't over till it's over. Ja, maar het is ook iets het ain't over till the fat lady sings ofzo, toch? Ik heb geen idee. It's not about how hard you can get hit. Ja, nee. Dat is gewoon een movie quote. Dat telt niet, denk ik. Een movie quote. Die quote vind je altijd. Ja, altijd. Deed hij veel. Ik heb het gevoel dat jouw speedbutton slomer is dan je gewone gameplay. Oh nee, nu niet. Nee, het is wel sneller, alleen... Het heeft niet zo heel veel nut. Ja, ik moet ook meer runnen, maar ik vergeet steeds om te runnen. Oh, hey, no! Oh, een ho-oh. Oh ja hoor, ho moet weer dood. Nee. Ik moet eventjes van die experience points krijgen.
Maar aan de andere kant, jij wacht op mij. Dus, ach, Bianca, nee. Nobody likes you. Je moet je zometeen niet vergeten op no te drukken. Anders blijft ze elke keer die explanation geven. Dank je. Dat vuile bits. Bits, hoeveel? Ah, je bent zo'n funny guy. Oh, dit is ook zo'n vechters guy. Dat had ik wel moeten weten na de 500ste keer dat we deze game spelen. Yeah. Oh, dit is chill. Dit is, dit is niet eens super effective. Hij is dat, ja, dat bedacht ik me net ook. Maar je deed wel veel damage. En je confused it. Nothing on the end, Sandrin. There's nothing. Nee, echt nothing. On the ending. Jerome is verslaging. Hij is vast snel. Maar is hij net zo snel als de Jerome van Suske en Wiske? Je weet het niet. Misschien. Een Sigilyph. Een Sigilyph. Die Pokémon is ook echt forgettable. Dat is niet lief om te zeggen als hij in beeld zit trouwens. Dat zou ik ook niet leuk vinden als mensen dat over mij zeggen. Sander is echt forgettable. Laatst toevallig, weet je, ik zat zo op Discord met een guy die ik ken van het MBO. Maar hij is verder gegaan in de HBO en de scheikunde, zeg maar. Dus op een gegeven moment zei ze van, yo, laatst hadden we het er nog over je. Toen zei ik, oh, ik ben benieuwd, wat zeiden mensen over me? En toen zei hij, dat je vaak naar oude muziek luistert. Ik denk, that's it? Ik ben zo... Is dat het enige wat mensen kunnen... Ik heb zo'n leuk karakter. Nee. En dan vergeten ze dat. Hoe kunnen ze? Nee, dat was wel pijnlijk. Dat het enige memorabele is. Wat... Ja, dat is wel zuur, ja. Ja. Oké, kijk niet. Nee, dat werkt. Ze keek niet. Hoe joh, jij bent zo'n... Zo'n stealth boy. En je hoeft niet tegen die tweeling te vechten. Oh nee, dat is waar. Een croak is gone. Dat was echt niks. Qua XP. Je gaat nog wel de pocketball pakken. Ja. Een clever wing. Weer een clever wing. Ben jij zo slimpy? Want jij hebt een clever wing. Ah, dat is lief. Hey, ben jij een ster? Want jij bent reclame. Hey, ben jij reclame? Want jij bent ster, bedoel ik. Snap je? Het is ja, zo kut dat ik hem eerst verkeerd had zei, trouwens. Ja. Dat helpt niet bij. Hij was misschien wel funny geweest als ik hem niet als eerst verkeerd om heb gezegd. Jawel, dat maakte hem leuker. Oh. Dat maakte hem leuker. Dat is toch als meer een belediging. Hey, ben jij je ster? Want jij bent de reclame. Oh, oké, dus je wil me niet zien? Ja, oké, dus voor mij installeer je appblocker. Oké, goed om te weten. Nee, fijn. Oh, moest ik niet verder lopen? Of zo? Nee, dit is... dit is ook al de complex, of niet? Even checken, hoor. Anders maakt het ook... Ja, het is al de complex. Dus, een Bidoof. En een Metapod, wat een kutbear. Hey, we kunnen hem in ieder geval vangen. Waarschijnlijk. Waarom verzwak ik hem ook? Oh, vangen. Nou, deze guy zit toch wel in één bal. Ik heb zelfs 2 Great Balls. Dat wist ik niet eens. Die dustbal wist ik nog wel. Het is wel donker, dus op zich... Als we in deze recording session nog... Zo'n dark type of zo'n Pokémon tegenkomen, zou ik die dustbal kunnen gebruiken? Ja, geloof. Ja. Fuck, ik weet geen naam. Scheikundige term voor dier. Of natuurkundige term. Hij wordt toch zo'n water type. Maar dan kan je dit voor elke water type doen. Dus dat vind ik niet. Dat vind ik lame. Er moet iets te doen zijn. Wacht. Oh, B. Een Kyurem. I. Oké.
Ja, D is ook iets. Dat is wel een obscure trouwens, de D. Een D kennen niet veel mensen. O2, want je hebt twee keer O. En dan de F van fluor. Oké, we hebben boor, jood, deuterium, oxide en fluor. Wat een kutste naam. Wat de kutste naam ooit. Maar het is wel scheikundig, technisch gezien. Kabooming. Misschien dat BI ook een ding is trouwens. Dat weet ik niet zeker. Is BI een ding? Wacht even. Misschien moet ik niet kijken. Ja, de Bijbel. De Bijbel, heen. Gaan we eerst naar de Furban Complex? Ja, dat heb ik of al gedaan. Ja, oké. Wat moest je hier ook alweer doen? Je moet zo meteen rechts aanhouden om het gebouw heen lopen en tegen die professor praten die daar staat. Ah, oké. Oh, BI was ook een ding geweest. B, kleine letter I. Oké. Oh, nice. Een Regigigas. Zonder slow start. Yo, hier was War Turtle geweest, hè. Oh, als ik dood ga, word ik zo boos. Oh, nice. Magmar is dood. Leuk. Oh, dan ga ik verliezen. Geen... Oh ja, het is al af, want ik heb alleen maar harder. Ik ben er helemaal klaar mee met deze serie, Sander. Ik ook, aan de andere kant... Nee, ik eigenlijk ook weer niet. Maar dan beginnen we nu al voor de 124ste keer zometeen opnieuw, hè? Ja, dat weet ik. Daar heb ik ook geen zin in, maar ik heb vooral... Ik wil gewoon deze game een keer uitspelen. Ja. Oh, ik was ook bijna dood trouwens. Perfect. Wat zo? Anime Crisis en zo weird trouwens. Dat klopt, ja. Dus, je hoeft niet verder te spelen, Sander. Nee. Nee, het heeft geen zin, want ik ben al dood. Technisch gezien niet. Je poot vrij leeft nog, maar... Oh! Die doof is nu dood, dus... Hey, we did it! Nice. Yay! Ik zit echt heel erg te bedenken of we dit nog wel verder moeten willen doen. In ieder geval wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. En vond je dit een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. Als er een volgende aflevering komt, dan weten jullie dat we weer opnieuw beginnen. Het wordt een oneindige loop. En zo niet, dan hebben we misschien wat anders verzonnen. In ieder geval bedankt. Adios, amigos. Yep.